Ja, dit hoor ik als jullie de trends praten. Wisten jullie wel dat dat... Nou... Ja, echt. Dit is alles wat ik hoor. Mijn naam is Milan Knol en in Reageren Op neem ik samen met Don Kuiklijn een kijkje naar de video's die jullie insturen op discord.gg/Milan Knol. En even belangrijk, neem ons niet te serieus, oké? Okay? Ja, ja, ja. Je wou Check Knolle Gang doen, hè? Ja, klopt. Ja. Check Knolle Gang! Ik heb hem gedaan. Check de merch, man. Kijk hoe hard. Ja. Hij is hard. Ja, sowieso. Ja, jouw shirt is kut, maar deze is echt ja, kut. Je had mij ook wat opgestuurd, dat heb ik niet aangedaan. Dat is echt top. Dat is fijn dat je support. Ja. Maakt niet uit. Ik heb iets leuks voor je. Ik ga het even pakken, want deze aflevering gaat anders dan anders. Speciale aflevering. Even een terugblik naar een vorige aflevering waarin wij iets hebben besteld. Oh. Komt nu in beeld. Ik heb meegedaan aan de boerinnenkalender. Boerinnenkalender. Zo! Bestellen. Bestellen. Gelijk. Ik wil er 3. Oh, je hebt voor ieder jaar. 2020 wil ik hebben. Gefeliciteerd. Uw bestelling is geplaatst. Yes! En het is binnen. Oh, dan weet ik al wat het is. Ja, inderdaad. De kijkers nu ook. Dus ik heb het eigenlijk al een beetje verpest. Dit is hem hoor. We hebben hem. We hebben allebei onze eigen boerinnenkalender. 2020. Zo, en oh, zo. Ja. Zo, maar jullie beseffen niet, ik weet niet of ik dit... Nou, we worden toch gedemonetized. Jemig. Ja. Moet je die kontjes eens kijken. Nou, het is echt niet normaal dit. En ik heb ook nog een extra leuk iets. Dit is wel een knappe, hoor. We hebben nu 2... Anna heet ze. Dat weet jij al. Ja, dat die Anna heet Anna. Echt? Ja, zeker weten. Weet je hoe ik dat weet? Nou? Omdat deze kalender gaat veranderen in een echt persoon. Echt? Ja, zeker weten, want we hebben een speciale gast. Het is Anna haarzelf. Kom maar binnen, Anna. Ja. Hallo. Oh, Anna is er. Dat wist ik nog niet. Wat een toeval, hè? Hé, hey, Anna. Hey. Toevallig. Leuk. Kom erbij. Ja. Dit ben jij. Oh. Ja. Ja. Zo. Dit is, dit is de covergirl van de boerinnenkalender 2020. Leuk dat je er bent. Ja, vader, vind ik ook leuk. Mijn vader gaat zo trots zijn. Kijk, pap. Hoe is het? Ja, goed. Mooi. Ik ben hier met de auto wel heen gekomen. Ik dacht ik kom met de trekker, maar... Ja, dat ging een beetje lang duren. Ja. Hoe lang heb je in de auto gezeten dan? 1,5 uur. Oh, zo. Andere kant van de wereld. Ja. Vanuit het boerenland. Ja, precies. Wel, vanuit gaaf. Het noorden. Maar ik heb hier nog iets liggen, Don. Oh. Ik heb namelijk nog meer besteld. Oh. Voor jou. Voor mij. Als verrassing. Nou. Heb ik voor jou speciaal de boerinnenkalender 2019. Woe! Nou. Hoe leuk is dat? Ja, dit vind... Jemig. Nou, hier staan ook wel weer een paar babes op, hoor. Ja. Ik heb hun Insta ook wel voor je allemaal. Hoor. Allemaal? Ja, nummers ook. Hallo, ook voor mij? Ja, natuurlijk. Oh, yes. Nou, dat wordt geen eenzame winter, kan ik jullie vertellen. We kregen zelfs van de eigenaar van de site, kregen we ook een berichtje. Dit is geen sponsor, dit lijkt één grote sponsordeal. Thanks voor de leuke vlog. Vlog. We kregen deze toegestuurd. Ja, het is niet eens een vlog. Nee. Fuck jullie. Dat is een kutsite. Allemaal niet lopen vloggen. Wij vloggen niet. Nou, goed. Die kregen we toegestuurd van een van onze modellen. Ben jij dat geweest? Dat denk ik wel, ja. Oh, shout-out naar jou. Bedankt. Dus ik heb eigenlijk voor jou gekregen, niet van Milan. Nee. Oh, lief. En, nee, ik heb gewoon betaald, bro. Oh. Ja. Ze sponsoren niks. Nee. Ik heb gewoon betaald. Ik mag je een tikje sturen? Ja, geld. Goed. Dat bent mooie dingen. Zegt hij. Ja. Weet je wat dat betekent? Geen idee. Nee, oké. Okay. Als dank deze mooie Annemiek doppenvanger. Woe! Voor Don. Ja! Kijk, daar heb je er. Dat is er. Oh, en er zitten ook nog allemaal stickers bij. Magneten voor mijn koelkast. Ja. Ja, daar hebben we niks aan. We hebben alles voor betaald. Oh ja. Actieven met dat spul. Ik heb 50 euro uitgegeven, maar we krijgen een klomp. Nou, Annemiek, mocht je dit kijken, lieverd. Nou ja, trek dat ding maar weg. Ja. Bedankt voor het opsturen. Vinden we ontzettend leuk. Vandaag gaan we reageren op video's. Met Anna. Met Anna. Met Annemiek. Ik noem gewoon Annemiek. Nou. Maar jij doet geen vlog, hè? Nee. Nee, oké. Okay. Ik noem je geen Anna. Ik noem je Covergirl. Coverbabe. Oké. Nou. Weet je hoe het werkt? Ja. Top. Ja. Dan beginnen we met een kutvideo gewoon. Hebben ze geen auditievideo's van de boerinnenkalender online staan of zo? Ja, castingvideo volgens mij wel. Dat zou wel. Een castingvideo? Ja. Oh, dan beginnen we daarmee. Ja, dat is van het jaar daarvoor. Oh, nou, dat maakt me niet uit. I like what I see. Ja. Die kalender heb jij nu? Ja. 2019. Ja, maak hem even open. Oh, ja. Wie is dat dan? Oh, dat is deze. Nee, dat is oh, haar. Deze. Ja. Jezus, wat een kanonnen zeg. Ja, dat is echt niet normaal. Heb je haar nummer ook? Ja, zeker. Haar nummer ook, ja. Dit wordt een hele leuke kerst. Ik neem al 8 chicks mee naar mijn moeder. Mam! Zet de biefstuk allemaal klaar. Zo, maar dit is niet, moet je kijken, gast. Dat is niet normaal. Ja, er zitten wel een paar klappen in. Aan, dat is mijn kalender. Ja, dit is echt een schatje. Ja? Ja. Nou, die wil ik ook wel ontmoeten. Ja.
Ja, dit is, ik voel me een kind in de snoepwinkel. Dit is geweldig. Hey, wat leuk. Nou, doen jullie die video even? Blijf ik dit? Dan ga je helemaal even kijken. Laura. Jezus, Laura. Mijn naam is Laura. Ik ben 21 jaar. Oh, dat is Laura. Dat is zo, wat een stuk. Ik woon hier in Oranje. En ik ben geboren op een boerderij. En daar woon ik nu nog steeds bij mijn ouders. Ouderwets nog met 35 koeien op de grupstal. Wat is een grupstal? Ja, daar staan die koeien. Maar vroeger, dat is eigenlijk heel oud. Maar je moet me dat niet allemaal vragen hoor, want dat weet ik ook allemaal niet. Hoezo? Je bent de boerin van 2020? Ja, en het is oud. Het is van vroeger, dus dat weet ik niet. Nou. Nee. De grupstal of groepstal is een oude type stal voor rundvee. Waarbij de dieren de hele winter naast elkaar staan vastgebonden. Ja, nou. Ja, daar komen wij van rond. Het is echt wel een familiebedrijf. We doen het echt met z'n allen, mijn ouders en mijn zusjes. Tussen de koeien bezig zijn, dat vind ik wel echt... Dan is mijn dag goed, als het maar tussen de koeien is. Over 10 jaar zie ik... Ja, jammer dat jij er niet uitziet. Ze meurt wel een beetje waarschijnlijk, maar ja. Bro, ik maak het meeste kans. Ik zie eruit als een koe, kijk. Zwart-wit. Helemaal zwart-wit. Zelfs de schoenen. Oh ja. Ja. Ja, heb je toch geluk dat je je totaal niet weet te kleden. Nou. Ik vind boerinnen kunnen ook sexy zijn en ook met een cupje op en er leuk uitzien. Dus dat vind ik wel, dat, het kan ook anders. Niet zo wat iedereen altijd denkt. Nou Laura, mocht je dit kijken, provincie Zuid-Holland, dat is nog in de buurt ook. Bel me alsjeblieft. Oranje, zei ze net. Dat is provincie Zuid-Holland. Nou kijk, daar sta ik. Ben ik in die trekkerbands. Dat was een beetje accent. Daar ben ik in die trekkerband. In die trekkerband. Wat maakt voor hun het boerenleven nou zo mooi? Ik ga het ze even vragen. Dat ben jij? Ja. Kun je me eens vertellen, wat is er nou zo mooi aan het boerenleven? Het omgaan met de natuur. Hè? Nee, dat is ook een boerenkalender. Gozer, ja. Maar, Nee. Oh, doorspoelen. Dan mag ik juist met sixpacks, dat heb ik allemaal niet. Bedoeling als het uiteindelijk wel weer lukt. Ja. Mm-hmm. Uiteraard natuurlijk de tentfeesten. Trekker ga ik ook vaak heen. Trekker, wat is dat? Oh, dat is heel leuk. Dan heb je trekkers en dan komt zo'n grote aanhanger achter met pijlen die in de grond worden gestoken. Steeds zwaarder en zwaarder en dan moet je doorrijden en dan moet je schakelen en dan moet je full pool rijden. Full pool. Wat? Familiedag ook. Zullen wij daar een keer heen? Ja, dat lijkt me toch geweldig. Dat dit bestaat is toch vet? Waarom wist ik dit niet? Ja, dat doen wij ook mee. Mijn Audi A1. Ja. Ja, boerensportklassen. Oh, je hebt verschillende klassen. Ja, natuurlijk. Zeker. En in gewicht en zo. Er zijn dikke controles voor die tijd. Wat vet. Ja. Kijk dan. En dan... wat is de bedoeling? Hij trekt iets Je moet gewoon tot het einde. Kijk, hij mee... Oh, zo die trap omver. Kijk, zie je die meters? Ja. En dan moet je gewoon zo ver mogelijk en dan is het full pool en dan ben je door naar de volgende ronde en dan ga je steeds zwaarder. Waarom is dit leuk? Nou, je kent daar gewoon met je familie heen en je fritje halen. Ja. Als je naar een boerenland gaat, zie je ook een dat is nee, dit is gewoon anders. Dit begrijp jij niet, want jij bent niet van het noorden. Maar het is gek, want ik ben wel dus van het noorden. Nee, ja, begrijp jij maar niet. Je kent dit niet. Maar je kent dit niet? Nee. Hier, 4 tips voor meer Instagram volgers. Oh, dat moet ik weten. Nou, 3600. Oh, dat is best wel veel. Ja, best wel veel. En hoeveel mensen volg je? 2000. Ja, en hier ga ik je even voor het blok zetten. Oké. Want dit vind ik belachelijk. Ja. Vind ik ook stom. Ik zat op jouw Instagram te kijken. Mm-hmm. Je had mij een DM gestuurd waardoor je hier zit. Dat vind ik superleuk. Maar jij volgt 2000 mensen. Ja. Mag ik even een herhaling doen? 2000 mensen. Hoeveel Wat mensen? Zei je? 2000 mensen. En wie volg je niet? Milan Knol. Ik volg jou wel. Nee, jij volgt mij niet. We gaan nu naar jouw Instagram. We gaan je nog lopen liegen ook. Kijk, dit is mijn Instagram. Ik ben ingelogd. Volg jij hem. Volgt mij ook niet, dus. Nee. Nee, maar Milan volgt helemaal niemand. Hij is een superster. Dat telt niet. Oh, superster. Bedankt. Excuus. Ja. Yeah. Yes, en super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Ik ben Brent. En in deze video... Het had op eerste gezicht een boer kunnen zijn. Echt? En waarop baseer je dat, als ik dat mag vragen? Uiterlijk. En hoe omschrijf jij een boer zijn uiterlijk? Geen kledingsmaak. Oh. Haar makkelijk. Bedankt. En, hij noemt letterlijk zichzelf op nu. En een bek waarvan je denkt, moh, hoeft niet. Nou, ik vind jou wel knap. De hashtags gebruikt, want jij kan er dan voor zorgen dat jouw bereik op Instagram groter wordt. Als jij hashtags gebruikt, kunnen deze voorkomen te staan bij de populaire hashtags... En bij de recente hashtags. Gebruik die hashtags, want deze hashtags zorgen ervoor dat jouw account meer engagement krijgt.
En engagement wil zeggen hoe vaak mensen naar je account toe worden gelinkt door de hashtags. Als je bepaalde hashtags vaak gebruikt... Als hij nog één keer het woord hashtag zegt, kom ik hem halen en dan pop ik een hashtag in zijn hol. Ja, dit is dus wat ik bedoel. Heb jij wel eens hashtags? Ik gebruik nooit hashtags. Nooit. En vervolgens weer? Nou jawel, ik gebruik twee hashtags. Hashtag knolpower en hashtag knoller. Ja. Dat is de enige die ik gebruik. Ja. En jij hebt een miljoen, dus het hoeft niet. Blijkbaar. Anders ga jij zo'n video opnemen. Nee, want ik weet niet hoe dat moet. Nou, ik kan Milan de tip wel geven, gewoon het broertje van Enzo Knol zijn. Wie vind jij leuker, Enzo of ik? Ik? Nou, ik zou heel eerlijk... Zijn je nou ik, als in jij? Nee, ik bedoel, het aan hem of aan mij. Nee, aan jou. Nou ja, ik heb niet zo vaak video's van Enzo gekeken. Nou ja, ik weet wie het is, maar ja, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Iedereen. Ze kan hier zo makkelijk vanaf komen elke keer. Hè? Ze maakt het zichzelf zo. Ja, ik snap het ook niet, want ik zit gewoon te wachten op jou. Nee, ik vind jou natuurlijk leuker. Ja, heel goed. Dat is het enige wat je had hoeven te zeggen. Dat was je er gelijk vanaf geweest. Oké. Volgende vraag, en dan ga ik je weer voor het blok zetten. Vind ik heerlijk. Ik ook. Wie vind je leuker, Don of ik? Nou, dit vind ik nou weer een klote vraag. Dat is niet zo moeilijk. Nee, dat is ik heb veel meer charisma. Ik ben veel grappiger. Ik ruik ook lekkerder. Mijn kledingsmaak is beter. Mijn tanden zijn rechter. Jij bent iets bruiner. Maar dat is het enige. Oké, en wat vind jij? En je hebt meer volgers. Ik heb geld. Ja. Hier, dat is altijd dat. Ik ben verkocht, sorry. Ja, kijk, zie. Nou, hey, rustig aan, Don. Ja. Zullen we dit filmpje afkijken of gaan we wat anders kijken? Kun jij jouw account meer engagement geven en word je sneller gevolgd door andere accounts? Dus ga meer hashtags gebruiken. Oh, gaat hij weer met zijn fucking hashtags? Je gaat nu naar hem toe, hè? Ja, tief op met die hashtags. Ja, laat me zitten. Ik wil andere tips ook niet horen. Rotjoch. Ja. Hey Don, ik heb nog even een toepasselijke video. Oh, zin in. Koe zegt boe. Ja, dit hoor ik als jullie de trends praten. Wisten jullie wel dat nou... Ja, echt? Dit is alles wat ik hoor. Als jullie in je moedertaal beginnen te spreken, is dit alles wat ik hoor. Ik gewoon in plaatsen, hè? Maar ik blijf wel gewoon netjes praten, want anders begrijpt hij het niet. Wat ik wou vertellen is dat koeien hun tong in hun neus doen. Dat is echt. Ja, dat is serieus waar. Ja, ik kan dat niet. Ik doe altijd. Nee, die heb ik ook wel een keer geprobeerd, maar wil niet. Ik kan het, maar ik ga het niet doen. Doe even. Ik ben forever een meme. Oh nee, want ik wil fietsen is geen meme. Nou, maar nee. Nou, Tom. We hebben net nog geluisterd in de auto. Sorry. Stom, gekkie. Pom, gekkie. Nee, vorige week ook. Ik zo agressief van. Stom, gekkie. Kijk, hij deed het. Wat deed hij? Hij deed zijn tong in zijn neus. Wat ik... Daar! Oh ja, ja. Echt gaaf. Leuk man. Ja, leuk. Hey, dat zijn wij. Waarom doe je altijd zulke stomme titels, Don? Milan haalt lelijkste schoenen ooit alweer. Ja, omdat het de tweede keer is dat je de lelijkste schoenen ooit aan had. Nou, welke schoenen waren het? Heel lelijk. In de Scapino ging hij extreem kut. Nou, bedankt Anna. Ja, was bedankt. Leuk. Ja. Ontzettend leuk. Wou je nog iets shout-outen? Dat mag. Nee, ik heb mijn Instagram erop gezet. Instagram. Ja. Nou, je Instagram dus. Nou, dan zetten we dat in de beschrijving voor je. Dons kanaal staat ook in de beschrijving. Daar mag je niet heen. Nee. Waar je wel heen mag, is naar de bovenste link in de beschrijving. Namelijk www.knollen.nl. Haal het. Het is er nog. En als jij iedere maand bestelt, maak je iedere maand kans op een persoonlijke bezorging van mij. Dan kom ik bij nou, je thuis lang. Dat wil iedereen. Misschien ga ik wel een keer mee. Oh, dat is gezellig. Dat is wel leuk. Ja, dat kunnen we doen. Ja. Check de website. En tot volgende week. Love you guys. Doei. Doeg. Doei. Leuk dat je er was. Ja, echt leuk. Ga ik het ik vond het ook leuk. Ik ben helemaal zat. Oké, nou leuk. Bedankt.